Goedendag, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben een beetje uitgeput op dit moment, want al heb ik heel weinig slaap gehad vannacht, ik ben toch van alles aan het doen geweest weer in huis vandaag. Ik ben namelijk eerst met vloeibaar hout kieren aan het dichten geweest in de afwerklijst boven in de woonkamer. Die dus ook keurig de hele woonkamer doorloopt. En daarna heb ik ook met hetzelfde vloeibare hout in de deur wat hoogteverschillen geprobeerd op te vullen. Die moeten nog geschuurd en dan even opnieuw geschilderd worden. Hetzelfde geldt aan deze kant van de deur. Ziet er nu niet zo mooi uit, maar als ik het daarop geschilderd heb, dan is het vast wel weer goed, hoop ik. Is het hoogteverschil in ieder geval minder als wat het was, is de bedoeling. En daarna ben ik dus gaan schilderen, maar ik ben, zoals u kunt zien, een gedeelte gekomen. Ook achterin een hoekje en een stuk nog niet. Maar ondertussen heb ik wel de hele woonkamer kunnen verbouwen. Om er een klein beetje nog bij te kunnen. Dus dat is allemaal opgeschoven, verplaatst en een gigantische chaos nu. Hopelijk kan ik dat dadelijk even samen met Paul terugzetten. En daarna een heerlijke, rustige avond houden. Bedankt weer voor het kijken, het volgen en het delen. Doei doei!